We staan hier overigens in, op een belangrijke plaats, want het is. Uh, in het Rembrandthuis. In het Rembrandthuis. Ja. En, en als Lievens uh, hier op bezoek geweest is bij Rembrandt, dan zal hij zeker in deze kamer ook zich hebben opgehouden. Dit was namelijk de woonkamer van, van Rembrandt en ook tegelijkertijd zijn, zijn slaapkamer. Deze, dit vertrek is bijvoorbeeld uh, Titus geboren, daar in de hoek in de, in de bedstee, om maar wat te noemen. En, ja. uh, ja, zijn, zijn vrouw Saskia is hier doodgegaan in deze, in deze ruimte. Dus dit is echt wel een, een belangrijke historische plek. En daarom is het natuurlijk fantastisch dat in deze ruimte nu die schilderijen van, van Lievens te zien zijn. Door het Rembrandthuis, langs de tentoonstelling van Lievens zijn werken met conservator Bob van den Bogert. We, we, we weten ook dat Rembrandt uh, een aantal schilderijen van Jan Lievens bezat. Uh, die had hij gewoon in bezit en die hingen ook onder andere in deze ruimte. Dus een groot kunstenaar koopt geen rotzooi... Rembrandt bewonderde liefens duidelijk. Ja, dat is heel duidelijk. Ze moeten van jongs af aan elkaar wederzijds hebben, hebben bewonderd. Ja. Dat zijn echt, ze, ze hebben elkaar opgezweept, ze hebben elkaar bewonderd. En die bewondering die moet toch ook, ook in later jaren moet die, moet die in stand zijn gebleven. In dezelfde kamer hangt nu een groot schilderij van liefens. Job op de mestvaalt. Eén van de hoogtepunten, beaamt Bob van der Bogert. Het is een vrij sombere voorstelling... Ik een oude man, uitgemergeld lichaam. Je kunt al zijn aderen kun je zien. Zijn, zijn, alle rimpels en alle plooien in zijn, in, zijn, in zijn vel zijn weergegeven. Het is Job die op de mestvaalt zit. De bijbelse figuur Job. Job die door vele plagen wordt, wordt uh, bezocht. Zijn kinderen sterven, zijn huis vliegt in de brand. Hij raakt zijn vee kwijt. Op, op een bepaald moment heeft hij niets meer en uh, zit hij. Uh, op de mesvaalt en dan wordt hij ook nog eens een keertje door zijn vrouw uitgescholden. He, dat is die, die oude, oude dame daarboven. Ja. Het is een magistraal schilderij uh, in zijn lichtbehandeling. He, de, de figuur is uh, sterk aangelicht, waardoor hij zeg maar, uit de duisternis naar voren komt. En een enorme driedimensionaliteit daardoor krijgt, een enorme plasticiteit. Ook de, de detaillering is, uh, is, ja, is fenomenaal. En uh, ja, ik vind dit gewoon ook. Zeg maar, Emotioneel, een, een, een buitengewoon aangrijpend schilderij. En ja. hier zie je dus ook dat Lievens in staat was tot het weergeven van vergelijkbare uh, diepere emoties uh, als, als Rembrandt dat was. Het is de eeuwige valkuil als je het over Jan Lievens hebt. Je vergelijkt hem met Rembrandt. Het wonderkind Lievens was al vroeg in Amsterdam in de leer gegaan bij Pieter Lastman, bij dezelfde schilder waar Rembrandt een paar jaar later pas ging studeren. De twee Leidse kunstenaars kenden elkaar goed. Kunstkenner Constantijn Huygens beschrijft hoe hij hen in Leiden bezoekt en ze stimuleert zich verder te ontwikkelen. Als secretaris van de Hollandse stadhouder had hij een belangrijke positie, ook als het ging om opdrachten voor schilders. Voor beide Leidenaars blijkt Huygens een interessant contact. Huygens schrijft over Liefens. Hij is een jonge man van grote geestkracht. En als hem de tijd van leven gegeven wordt, mag men de grootste verwachtingen van hem hebben. In allerlei zaken heeft hij een scherp en diepgaand inzicht, rijper dan dat van een volwassen man. En na zijn bezoek aan de twee schilders in 1627 weet Huygens ook aan te geven waar het verschil ligt tussen de twee jonge schilders. Zo voor de vuist weg durf ik wel te stellen dat Rembrandt in trefzekerheid en levendigheid van emoties de meerdere is van Lievens. Omgekeerd wint deze het door een grootsheid in vinding en in gewaagdheid van onderwerpen en vormen. Ook voor Rembrandt en Jan Lievens. Was het interessant elkaars werk te vergelijken, vertelt conservator Bob van den Bogert. Het aardige is dat, dat Jan Lievens en Rembrandt in Leiden dicht bij elkaar in de buurt woonden. En we weten dat ze ook, ja, elkaar heel erg gestimuleerd hebben. Er wordt ook wel gezegd: ze hebben hun atelier gedeeld samen. Ja, dat is een, een verhaal dat, dat daar is geen. ...hard bewijs voor. Dat moet gewoon gezegd. We weten het niet. We weten niet of ze samen één atelier gedeeld hebben. Wat we wel weten is dat ze heel erg goed naar elkaars werk gekeken hebben. Dat ze elkaar beïnvloed hebben. En je zou kunnen zeggen dat ze... ...waarschijnlijk als in een soort competitie elkaar opgezweept hebben. Dit is erg belangrijk, zowel voor Rembrandt als voor Lievens... Liefens is een wonderkind dat al heel vroeg dingen kon die Rembrandt niet kon. Daar, dat moet Rembrandt gezien hebben, die moet zich daardoor hebben laten inspireren. En het lijkt wel alsof ze elkaar, als het ware, hebben opgezweept, hebben gestimuleerd om tot grote prestaties te komen. Terwijl Rembrandt in 1631 naar het rijke en vrije Amsterdam vertrok, reisde Lievens naar Londen. Hij hoopte aan het hof van koning Charles I. hofschilder te worden, maar deze positie kwam in handen van de Vlaming Antonie van Dijk. Van Dijk had duidelijk invloed op de stijl van Jan Liefens. Zo is later, als Lievens in Antwerpen gaat wonen, de invloed van de grote Peter Paul Rubens terug te vinden. Weer later werkte Liefens in Berlijn en vestigde hij zich in Amsterdam. Hij was een zeer gevierd schilder met belangrijke opdrachtgevers waarvoor hij een zeer gevarieerd oeuvre maakte. De tentoonstelling in het Rembrandthuis laat tientallen werken van zijn hand zien. Ook als tekenaar en etser behoorde Liefens tot de grote. Maar hoe komt het dan dat Liefens nu zo onbekend is? Wellicht door zijn variatie in stijlen. De Amerikaan Wheelock, die deze lievens tentoonstelling al heeft getoond in Milwaukee en Washington, is zelf ook verbaasd over de onbekendheid van Lievens. What's been really exciting for me is, while I thought I knew Lievens, I didn't, I never really understood him until we really put together the show. Terwijl ik bezig was met deze show, zoals Wheelock het uitdrukt, begon ik Liefens steeds beter te begrijpen. Er vielen zoveel vooroordelen over hem weg. Hij deed al geweldige dingen voordat Rembrandt dat deed. Er zijn veel machtige werken van Liefens. Waarvan we altijd dachten dat ze van Rembrandt waren. Vooral in de 19e eeuw werd Rembrandt ontdekt als een genie, terwijl de mindere doeken werden toegeschreven aan Lievens. Maar nu hebben we veel van zijn werk herontdekt. Dat zie je hier ook. Elke keer als ik hem zie, vind ik hem weer geweldig. Volgens Wheelock verdient Jan Lievens een nieuwe kans, en die kans krijgt hij in hetzelfde huis waar ooit ook zijn grootste concurrent woonde.